die staan aan de vooravond van een geweldige uitdaging. Een piece of cake. Hoe ervaren jullie dat? Om als jongeling toch over zo'n belangrijk onderwerp actief te willen zijn. Ja, het is eigenlijk wel spannend. Ik ben benieuwd wat de rest ervan gaat vinden. Mm-hmm. En de rest, dat zijn ja, de mensen op leeftijd? De mensen van mijn leeftijd. Ah ja, nog niet of zo echt op leeftijd. Zeg, welke beleving krijg je erbij als je hierover praat? Acteert? Ja, nou, het is wel een hele aparte ervaring, want het is inderdaad iets waar wij niet over nadenken. Of eigenlijk over sterven of doodgaan. Ja, je komt het wel tegen. Maar toen ik hoorde eerst hospice, ik dacht, wat is het hospice? Ik wist niet eens wat het hospice was. Dus het is wel heel apart om dat dan zo te beleven en dan zeker in dit stuk om dat naar voren te laten komen. Denk je ook dat als met het stuk wat jullie doen, dat één acte, dat dat meer beleving bij de wat jongeren gaat brengen? Ja, ik denk het wel eigenlijk. Ja. Vooral door het niet te lang te laten houden. Het is niet, in mijn beleving, niet langdradig en er zitten heel veel wisselingen in. Ik denk dat het daardoor lukt om de aandacht er wel bij te houden. En de emotie die daarbij komt kijken, hoe ervaar je dat? Ik vind het heel verschillend, want er zitten zoveel verschillende onderdelen in, zeg maar. Dus de ene keer is de emotie, voel je veel meer geladenheid dan op het andere moment. En ik denk dat dat ook wel in hetzelfde voel is. Ja. Dat voor jou ook zo? Ja, het gaat voor mij ook zo. De ene keer speel je weer heel anders dan. Ja, op een ander moment in het stuk speel je weer anders dan op een ander moment. Telkens verschillende emoties, dat is ook wel leuk om te spelen op zich. Ik wens jullie heel veel succes met deze mooie uitdaging. Dankjewel. 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 Dankjewel.